Het lijkt wel het belangrijkste nieuws van vandaag, vrienden. Ja, dat is het natuurlijk niet. Maar goed, over die Whalen. Schuine streep bijgenaamd Willem. Ja, daar wisten wij allemaal al van. Hè? Dat was allemaal al bekend. En daar hadden we ook allemaal van gezegd. Van, hou dat lekker voor jezelf. Wij hoeven hier niks over te weten. Ja, dat is privé. En hey, hou het lekker voor je. Maar nee, overal werd dat uitgebreid. Hij was vreemd gegaan. Ja, onze Whalen. Nou, wat een nieuws, hè? Geweldig. Nou, en dus. Maar dat bleef maar aan de gang. En toen zei hij weer een talkshow af. En toen ging hij niet naar die Jinek, want dat moest toch allemaal privé en dingen moest gescheiden blijven. Nou, en toen dacht ik, nou oké, okay, we zijn met de Whalen en zijn vreemdgaan, daar zijn we mee klaar. Maar nee hoor, hey, Whalen die gaat daar ergens op een boerderij op bezoek en is een babbelprogrammaatje en die krijgt me daar een aanval, vrienden, van openhartig. Ja, van kijk mij eens, open boek, ja, Whalen, schuine streep Willem, ja, en... Die begint te vertellen van, ja, nee, dat ging weer over het vreemdgaan. Welk management zit hierachter? He? In plaats dat ze die jongens zeggen van, hey, daar gaan we nooit meer één woord over zeggen. Klaar. Helemaal klaar. Nee, laat zich toch verleiden. Gaat daar toch weer babbel de babbel doen. En vertelt dan, nou vrienden, ja, het is te pijnlijk voor woorden. Dat hij dus dan... zoals hij dat dan zei, het werkte beneden niet zo erg meer. Beetje dit zo, weet je wel, zo. Het werkte beneden niet zo erg meer. Nee. En dat was de reden geweest. Ja, want hij had natuurlijk allemaal demonen in zijn hoofd en blokkades. Ja, en daarom werkte die beneden niet meer. Ja. En toen ging hij vreemd. Maar vrienden, ik wil dat soort dingen gewoon helemaal niet weten. Gewoon. Ik wil het gewoon ook niet horen. Waarom vertelt iemand dat soort dingen aan ons en aan mij en aan jullie? Ik roep altijd tegen mensen die dit soort intieme dingen vertellen. Geen details graag, geen details, roep ik altijd. Niet doen, ik wil het gewoon allemaal niet weten. En niemand hoeft het ook te weten. Whalen, schuine streep Willem, niemand zit erop te wachten. Dus elke keer, als wij die Whalen zien, hè? Oeh, vrienden. Dan denken wij, staat hij te zingen of is er ergens? En dan denken wij alleen maar aan dit. Dan denken we alleen maar aan dat. Oh, verder zijn hele carrière denken we alleen nog maar dat. Oh, en die arme mevrouw. De Bibi. Ja, wat denk je daarvan? Elke keer als ze de Bibi zien of de Bibi zegt wat, of de Bibi, dan denkt ook iedereen, ach, arme Bibi. Ja. Oh, want die heeft, ja, dan een man met een probleem daar beneden. Ja, oh, Whalen. Waar zat je verstand? Maar ook management, waar zit jullie verstand? Hey, Whalen, één tip. Zing en koppen dicht.